Goedemorgen. Het is vandaag weer maandag en dan gaan we goed traden. Ja, van de week sprak ik iemand en die zit bij mij ook op de tradingschool. Die is ook een van die oude gekken van dat clubje. En hij zegt, weet je wat het is? Hij zegt, het is verslavend. Ja, dat is het ook. En hij traint. Ja, hij traint op een andere manier dan ik. Hij is al aan het gewicht, dus aan zijn gewicht, hè? Niet aan het gewicht. Want ik ben nog steeds aan het gewicht, al gaat het steeds minder worden. Maar in ieder geval, het werkt verslavend en het is hartstikke leuk. Het hangt een leuk sfeertje en we lachen altijd. Dus, wat heb ik als ontbijt? Nou ja, het is trainings day, dus wat heb ik dan? Dan heb ik twee eitjes en dan kom met yoghurt, met Griekse yoghurt, met havervlokken. Dus ik heb ook een nieuwe app erbij. Ik kan het helemaal bijhouden wat ik gedaan heb. Dus, ik hoop dat u gisteren genoten heeft van het oefeningetje. Ik zal proberen vandaag nog eentje bij te zetten. Dus elke dag eentje. Dan wordt u misschien ook een beetje fit. Dus. Nou. Ik ga eten. En ik ga trainen. Dus ik wens u een prettige dag verder. Uur later. Zo, goedemiddag. We zitten weer bij de lunch. En ja, ik heb weer heerlijk getraind. Ik had vanmorgen op Facebook gezet trainings day 1. Maar het is iemand anders ben ik erop, zeg maar liever trainings day 1 op. Want het regelt weer pijpenstelen. Ik denk dat het fietsseizoen over is voor mij. Dus. Nou, dan ga ik vanmiddag maar eventjes aan mijn ijzers. En dan zal ik nog even een filmpje opnemen erover. Ik heb als lunch heb ik mijn krachtige soepje. Die ik van de week gemaakt had. Dus ik heb een heerlijk soepje. Ik zal het even zoeken met dit ding. En vooral met mijn bril. Maar ik heb een heerlijk soepje. En wat moeten we ermee doen? Volgende. Je hoort gewoon hier de tikken van de regen, maar ik hoop niet dat het hier binnen gaat regenen. Want daar ben ik er ziek van. Dus. Maar wat een weer, wat een weer, wat een weer. Dan zou vanmiddag ook nog eens een keertje die wind gaan trekken. Dus. Nee, we zitten lekker weer in Nederland. Hè? Lichian. Anders kun je niks zien. Maar zo'n donkerhuis heb ik niet. Dus. Nou. Dit is u allemaal een. Ik zie u later. Zo, goedenavond. We zijn nu weer wel bij het item. Wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond. Bloemkool met rucola. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, ten eerste bloemkool. Die moet in roosjes. Rucola. Granaatappelpitjes. Curry. En geraspte kaas. En een beetje olie. Voor de dressing. Dus. Dat hebben we allemaal nodig. Dus niet veel. En het is weer koolhydraatarm. En er zitten maar 9 koolhydraten in dit gehele gedoe. U leest het allemaal natuurlijk op robertwereld.nl/wordpress2. Dus. Ik zie u vanavond. En goedenavond. Weer welkom terug aan mijn tafel. Ik zag gisteren dat het
een beetje donker was, dus ik heb er nog maar een extra lichtje bij gedaan. Ja, wat heb ik vandaag gedaan? Nou, ik heb getraind. Ik ben even naar Albert Heijn geweest en ik heb deze maaltijd in elkaar geflinst. Wat is het voor een maaltijd? Nou, je kan hem als lunch gebruiken, maar je kan hem ook als hoofdgerecht gebruiken. Als bijgerecht. En je kan er een lekker stuk kip erbij doen, zoals ik gedaan heb. Dus, het is bloemkool met rucola en gekookt in water met curry erbij. Er stond een of ander Indiaas kruid dat erbij moest, maar dat was niet te krijgen. En ik ga niet met dit Hollandse weer door stad en land voor een kruid dat ik misschien nooit meer gebruik. Dus. En er zitten granaatappel pitjes op, kaas zit er doorheen, er zit een soort pesto die ik moest maken door de rucola heel fijn te snijden en dan twee eetlepels olie erbij, dus dat zit er ook overheen. Het lijkt me overheerlijk. Nogmaals, hoe heet het, mijn recepten staan allemaal op robertswereld.nl/wordpress. Ja, wat ga ik vanavond doen? Ik zou het begon niet weten. Ik ga eens maar eens op de bank hangen. Tenminste, ik ga niet naar de Wereld Draait Door kijken. Niet naar Alcoholisten. En dan hoorde ik weer van een andere kennis dat ze af en toe een feestje hebben daar zo. In een of ander Gooise restaurant waar de kook gewoon op tafel ligt. Het zal geen bak poeder wezen, dus ik weet niet waar ik naar ga kijken. Oh ja, er komt een leuke film op Veronica, maar ja, dan word je weer doodgegooid met de reclame. Leuk. Trouwens, er is één reclame die ik nu wel leuk vind en dat is van Taylor 2. Niet dat ik daar ooit bij zou gaan, maar ik vind hem heel grappig. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Ja, ik vind hem geweldig. Vooral met die selfie met die jongster. Dus ik vind dat geweldig. Nou, ik wens jullie allemaal een prettige avond en tot morgen.